Hallo allemaal, ik ben Joaquinio en welkom bij de derde etappe van de Giro d'Italia. Vandaag reden we van Vinci naar Orbetello en dat is een etappe van 219 kilometer, redelijk vlakke etappe. Slechts twee beklemmingen, of ja, toch twee beklemmingen die een categorie hebben meegekregen: een beklemming van vier categorie en dan halverwege een beklemming, een beklemming van derde categorie. Maar ik denk toch dat het een sprint zal worden. Vind je dit zeer leuk? Als zeker niet om een like te geven. Mijn nog niet geabonneerd, klik dan zeker ook op die rode knop. Het heeft wat moeite gekost, maar we zitten vooraan in de kopgroep. En uh, ja, uh, dat is goed nieuws natuurlijk, want uh, in een vlak etappe hebben we geen sprinter, dus kunnen we eigenlijk in de sprint niets doen. Dus moeten we het proberen op een andere manier. En uh, ja, we komen net aansluiten op dat eerste klemmetje van de dag. En uh, dat is niet meteen een ideale plaats om aan te sluiten, want er zal hier zometeen wel gesprint worden. Wie zit hier nog? Camille Gradek, Cesare Benedetti. Dan hebben we Nicola Baglioli en Edward Dunbar, dus dat zijn de vijf en hierachter komt Dani die was mee met mij in de tegenaanval, maar moest lossen aan het begin van dit klemmetje. Dus uh, ja, we zullen zien of deze koproep kan doorrijden tot, na de, tot aan de finish. Ik vermoed van niet, hier zal er meteen gesprint worden voor de bergpunten. En uh, we gaan kijken... Of we hier niet kunnen zelf versnellen. Of we eventueel wat best punten kunnen pakken. De plus is natuurlijk een goede klimmer. En uh, we gaan kijken of we hier de meeste punten kunnen pakken. Jawel, we komen hier op de eerste plaats en meteen 13 punten. Had de plus dan al punten staan? Nee, niet meteen. Dus uh, dat is goed meegenomen. Krijg je 13 punten misschien. Dat lijkt me redelijk veel, dat is, oh, hij had al 11 punten. Geen idee hoe hij die behaald heeft, maar ja, op zich dat is natuurlijk het probleem niet. We zetten in de kop. We zetten 4 minuten voor op het peloton en we hopen dat we die voorsprong kunnen behouden op zijn minst tot aan de volgende beklimming. De voorsprong met het peloton is uh, of op het peloton is wel wat verkleind, is maar. Iets minder dan 3 minuten meer, dus uh, ja, het wordt moeilijk om die koploop naar de finish te laten rijden. Maar uh, ja, we hebben hier natuurlijk wel de berg sprint. En we kunnen eventueel nog de bergtrain nemen En uh, dat zou natuurlijk mooi meegenomen zijn. Want uh, dan kunnen we ook nog voor het bergklasment proberen te gaan. En dat zal dan met de plus zijn. En we gaan kijken, nog 900 meter. We gaan even eigen tempo rijden. We gaan zien wat het heeft. Gaan ze nog over ons komen of niet? We kunnen nu naar 99 gaan. Oh, wordt het nog klopt? Oei, 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 dat is niet goed. We hebben de battery, dat dus niet. Dat is jammer. Heel jammer zelf. We waren gewoon te traag in de sprint. We hadden gewoon sneller zelf moeten gaan natuurlijk. Want uh, ja, het was maar een sprintje van 500 meter en dat is natuurlijk veel te kort. Dan heeft iedereen nog krachten genoeg. Dus nu gaan we proberen richting de finish te rijden. Maar of het zal lukken, weet ik niet. Het is natuurlijk nog 120 kilometer. En met een voorsprong die nu ja, weer bijna 4 minuten is, uh, gaat het toch wel heel moeilijk worden. Het leek me dat uh, het einde verhaal zal worden voor de vluchters. Dus net hier op dat laatste klimmetje van de dag wel niet uh, gecategoriseerd. Dus uh, geen extra punten voor het bergklassement. Maar het peloton zit op 46 seconden. En uh, ja, dat is natuurlijk veel te weinig. Graden gaat wel nog in de aanval. En uh, we gaan toch nog proberen mee te gaan. Ook met Bagioli. En uh, ja, we gaan zien wat dat heeft. We gaan misschien nog iets verder wegrijden bij het Peloton, maar uh, ja, we zullen toch sowieso wel ingehaald worden. Maar we geven natuurlijk niet op en uh, we zijn solo weggereden van de rest. Uh, eerst de anderen laten aanvallen en dan een gewoon gebruik gemaakt van hun vermoeidheid. We rijden nu 30 seconden voor en het Peloton zit op 1 minuut 14 met nog 30 kilometer te rijden. Maar ja, dat wordt wel heel heel moeilijk, aangezien ja, ons hele bal natuurlijk ook niet meer helemaal super is. En om daar 30 kilometer alleen van te rijden, zeker aangezien het peloton sowieso nog zal versnellen. Maar ja, als we het niet proberen, gaat het zeker niet lukken. Iets minder dan 20 kilometer voor het einde, en ja, het is over en uit. We zijn ingelopen door het peloton. En ja, dan zit onze koers er eigenlijk op voor ons. Nu moeten we gewoon zorgen dat Roglic goed vooraan blijft. En uh, dan is de etappe geslaagd voor ons. Want uh, ja, wij hebben hier niets meer te zoeken in die sprint. We hebben natuurlijk nog Martins en die ga ik wel proberen redelijk vooraan te houden. Uh, die mag in het wiel van even kijken wie gaan we nemen. Uh, Tom Leesig. En... Uh, Tom Leeser mag dan in het van Sepp Koes, maar ja, dat is natuurlijk geen sprinttrain. We gaan ons gewoon vooraan zetten met Koes en de rest en uh, we gaan kijken of uh, Martens in iemand zijn wiel kan zetten, want uh, ja, zelf een sprinttrain uh, van dit formaat gebruiken dat heeft natuurlijk geen nut, want uh, ja, we willen dan toch uh, Wordt bijgereden door alle andere sprinters, want die hebben gewoon beter renders voor dat soort werk. We gaan even kijken als er hier sprinters komen. Ondertussen kijken dat de Rockleash niet te ver achteraan raakt. En ik zie niet meteen een sprinter. Dus ja, dan gaan we gewoon blijven rijden hier. We gaan kijken. Even kijken wat dat heeft, Maar het tempo ligt hoog. Dus zelf aanvallen zal er niet echt inzetten hier. hij is daar. Nog altijd geen sprinters vooraan. Of wacht, dat was die maar. Dus, uh, maar ja, die gaat nu weer achteruit. Dus gaan we even kijken. Ja, Roglic mag wel wat meer naar voren. Even kijken, geen sprinters nog. Niet meteen. Ja, Akkerman is hier, dus we gaan proberen. In het wiel van Akkerman, uh, even kijken. Deze trein mag ontmanteld worden. En uh, Martens mag in het wiel van Akkerman, maar dat lukt blijkbaar niet. Waarom lukt dat nu niet? Kom aan, Martens, ja, eindelijk in het wiel. En uh, Roglic mag dan gewoon in het wiel van Martens gaan zetten. dan blijft hij sowieso vooraan. We gaan kijken. Wie is dat? Nizolo. Oké, okay, ook geen slechte om in het wiel te zetten natuurlijk. We gaan kijken, nog 1,8 kilometer. Oké, okay. we hebben een zelf vergeten, maar geen enkel probleem. Want uh, ja, het is niet dat we gaan winnen. 1,3 kilometer en we gaan sprinten. Gaan we nog top 10 halen of niet? Ja, top 10 gaan we zeker halen denk ik. De winst is daar voor Juwen. Akkerman tweede serie. Oké, okay, dat is een verrassing. Derde... Wij zijn zevende geworden met Paul Martens en Joglic uh, 16e uh, in zijn Kielzo. Dus uh, een etappe zonder problemen voor onze roze treedrager. Want hij bleef natuurlijk leden, staat nu 13 seconden voor op uh, Tom Oké, ja, Dat was natuurlijk ook het verschil voor de start van de etappe. Vincenzo Nibali staat nog altijd derde. Als we dan kijken naar het sportersklassement zien we dat Caleb Ewan nu de leiding heeft overgenomen van Joglic. Het Bergklassment is voor Party. De Plus staat daar knap tweede. Het klassement is voor Miguel Angel Lopez. En ja, ik denk moeilijk dat, uh, ik denk dat het niet zal lukken voor iemand anders om hem te kloppen. Misschien Sozha, dat weet ik niet. Maar ik denk toch wel dat Lopez de betere is. Het ploegenklasment is ook voor ons, dat is wel mooi. En uh, we staan daar 16 seconden voor op Astana. Dit was het dan voor vandaag. Eerst nog eens kijken naar de etappe van morgen. En uh, dat is een uh, etappe die niet voor de sprint is. Het is wel redelijk vlak. Maar uh, ik zie dat de aankomst toch redelijk bergop loopt. Dus uh, dat zal iets worden voor Primoz Roglic. En hopelijk houden we na die etappe ook de Roze twee. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag.